Wing Tech, want we gaan alfabetisch weer de volgorde af. Glory. Ze heet Sap. Global Geomancer. En nog Nice, SS7 Agent. Ik game Hunter. New Dragons. Hillbot. Azure Drake. Vultures. Thorazan. Sprint. Zou ik denken aan Chromagus? Ik had eerst dat een Inferno op staan, maar... Sarah sowieso. Maar eigenlijk vind ik dat ik een betere andere kaart nog erin kan stoppen. Misschien een Tinker's Oil. Ja. Oh, oeps. Oh, ik ben trouwens nog iets vergeten, blijkbaar. Ergens. Oh, tuurlijk. Welke kaart om... kaart om wie het, welke het gaat? Blackwing Tech. Hele completer om erin te doen. Ik kan Skulker proberen, maar... Ik weet niet. Ah, Sylvanas. Dat is een geschikte kaart. Dragon Control ook. Chill. Let's see how this does. Waarschijnlijk niet heel geweldig. Oh, ik vergeet volledig de decklist te kopen. Ik wist dat ik iets vergeten was. De decklist, ja. Dan kan ik natuurlijk ook vergeten. Vergeet de decklist toe te voegen. De 7 Agent is een kaart die ik heel fijn vind. Oké, dit is een bijzondere hand. The pleasure is mine. Handlock? Oké. Okay. Cycle a fan of nice. Want het is waarschijnlijk handlock en dan is het niet verkeerd om te cyclen. Point toilet Drake. My best. Oké. Okay. Is someone injured? Nope, no one's injured. Hier heb je Northshire Cleric. Mountain Giant. Here we go.
Oké, ik hoop dat hij wat goeds... Oh, ah, Watcher. Meh. Hey, this guy's toast. Toast in vermommen. Toast in vermommen. Ja, yeah, this guy's toast. Wat dan ook. Hij hoort de cost reduction aan te geven. Dat is vreemd. This guy is waarschijnlijk echt een heel vreemde hand. Ja. Ik breng hem alleen tot 17 HP. Niet verder eronder. Hele simpele reden eigenlijk. Ik wil hem niet al te powerful maken. Kijk, precies. Mooi. Hij valt hem aan. Hurtering? Oh, recombo. Wauw. Hij speelt de recombo versie. Oh, huh. Wat? Clockwork? Ik wist niet dat je clockwork kon krijgen. Lachen? Lachen? Sprint, I guess. Backstep dat. Here we go. That's it waarschijnlijk. Ah, het zou fijn zijn om nu een deadly poison te dragen ofzo. Oil, oké. Okay. En Clockwork Giant en Mountain Giant dezelfde kost. Really? Wist ik echt niet meer. Hier, 6 dan. Oesh. Ik heb geen telno's en daarom heb ik een kobold erin gezet. Ah, hier pakt hij gelijk zijn value. Dit is een van de zwaarste matchups trouwens voor Rook, naar mijn mening. Handlock is een hele zware matchup. Waarom hebt hij de napas? Huh. Beter heeft hij geen dubbel molten, maar gewoon maar één of zo. Zou fijn zijn. Oh, Seven Soul. Nog een belcher? Oh, een DQ bot, oké. Okay. Ah. Maggots. Hij heeft 1 cijfer sol gebruikt. Tegenwoordig runnen ze niet meer 2 cijfer sols, toch? Lijkt me sterk. Faceless, wat?
Wat een dik. Dat soort mensen. Zware match. Hij speelt de versie met faceless. Dat is bijzonder. Oh, Magus. Hero power. Dan? Auw. 6, 12. Counter die niet? Had moeten tellen, ik had lethal. Oké. Okay. Ja, dat kan ook. Oké. Okay. Dat was bijzonder. Wat? Verwante kanalen? Tempelstorm Eloise. Massan? Petsma? Wat? Ik zit te kijken naar verwante kanalen die bij mij erbij staan. Dan zie ik allemaal grote hardstone streamers. Ik voel me vereerd dat die er bij mij worden aangemerkt als verwante kanalen die op mij lijken. Zo van, mijn kanalen zijn hartstikke groot. Waarom? Dat kan je hun niet aandoen. Dat vind ik echt een belediging voor hun. Mage. Waarschijnlijk Tempo Mage. Of Machine Gun Mage. Ach, oh, gelukkig, ciao. Oh, hij was almost very sad. The pleasure is mine. Maar op dit moment trouwens heb je dus die drie heroes. Voor drie klassen zijn al nieuwe heroes, zeg maar, die je kan kopen dan voor 9 euro in Europa. Voor $10 op de Amerikaanse server. Het zijn de drie die nu beschikbaar zijn. Zijn Magni Bronzebeard, dat is een dwarf. Die kan je als warrior nemen in plaats van Garrosh. Tempo Mage, zoals verwacht. Je hebt Aleria Windrunner, dat is dan de zus van Sylvanas. Die kan je kiezen in plaats van Rexar, de hunter. En je hebt Medivh, en dat is dan de mage. En die kan je kiezen in plaats van, nou, Jaina dus. En ik vind zelf persoonlijk op dit moment Medivh er het meest interessante uitzien. Ook heel boeiend. Lijkt me wel grappig, gewoon een Medivh, Echo of Medivh mage. Gewoon slechte poens en zo. Dat, ja, een interessant idee. En deze guy is half AFK. Trouwens, nog iets huge wat ik eigenlijk gisteren ineens las. Blijkbaar is de turntijd, gewoon de tijd die je hebt per turn om je keuze te maken, verlaagd van 90 seconden naar 70. En dat hebben ze dan niet vermeld in de patch notes. Wat bij veel mensen tot boosheid heeft geleid. En dat vind ik ook volledig terecht eigenlijk, dat mensen daar pissig over zijn. Ja, mensen willen het wel beter. En ik ben weer vergeten de deck dus toe te voegen. Hè? Weet je? Oh my loser. En die zand zuigt. What the fuck. Nou, zijn hand zuigt ook blijkbaar. Ik zal na deze match de decklist bijzetten. Here we go.
Dus het is Mirror Entity, waarschijnlijk. Want als het duplicate is, heb ik echt heel erg medelijden. Ik heb helaas geen preps. Ik vind het ook te zonde om die te craften. Op het moment ik speel te weinig ook om er echt iets ervoor te maken. Oké, hij ziet mij. Bang zijn nu? Waarschijnlijk. Zoals verwacht. Onvolspot, oké. Oké. Oef. Tak. 19 HP. Oh, yeah. The power! Sorry, ik moest even meedoen. Die uitspraak. Fireball? Een intellect. En dan draait hij. Oh, hij had al fireballs wat blijkbaar. Oké. Okay. Skill. Tak en tak. En ik ben al bijna dood. Leuk. Ah, oh, Flame Waker. Ah. Oh. Flame Waker is OP. Mirror Image. Arcane Missiles, wauw. Ik heb geen heals meer dus.